Bij me staat wethouder Fahit Minas. We gaan het hebben over ontwikkelingen op het A20-terrein, zullen we het maar even noemen. En dat is zeg maar de snelweg aan zowel de ene kant de Spaanse Polder als aan de andere kant Schieveste. Want er kan heel veel daar gaan gebeuren. Ja, zeker. Het college heeft de gebiedsopdracht vastgesteld voor de A20-zone. En die A20-zone willen we ontwikkelen tot een duurzaam, hoogwaardig en multifunctioneel gebied. Waar ruimte is voor talenten, voor ondernemers, voor investeerders die daar graag iets moois van willen maken. Maar bovenal willen we daar een gebied waar het fantastisch is om te wonen, te werken en te verblijven. Gaan we eerst even naar de ene kant, Schieveste. Daar is natuurlijk al heel veel gebeurd. Wat kan daar verder nog gebeuren? Ja, op Schieveste staat nu al het fantastische bioscoop Euroscoop. Het loopt al hartstikke goed, er komen ontzettend veel mensen naartoe. Het is echt een leisure gelegenheid geworden. En wat we nu willen gaan doen, we zijn in gesprek met een aantal marktpartijen, ontwikkelaars, bouwers, investeerders, die kansen zien om op aan de andere kant van Schieveste, dus het deel achter het station, tussen de snelweg en het treinspoor in, om daar echt een hoogwaardig en stedelijk woonmilieu te creëren. En ja, daar gaan we mee aan de slag. Over hoeveel woningen praat je dan? Dan praat je al gauw over circa 3 à 3.500 woningen. Is dat ook de bedoeling om Schiedam ook te ontlasten in de vraag naar woningen die er op dit moment is? Ja, zeker. Nou, de regio trekt aan. Er willen steeds meer mensen in de stad wonen. Onze compacte regio heeft behoefte aan 40.000 woningen. Maar als je kijkt alleen al naar de regio breder tussen Rotterdam en Den Haag, dan heb je het over 170.000 woningen. En als wij daar in Schiedam een bijdrage aan kunnen leveren, waardoor onze stad ook aantrekkelijker wordt met 3.500 woningen alleen al op Schieveste, leveren we daar zeker een bijdrage aan. We willen toekomstbestendige woningen, we willen duurzame woningen en momenteel hebben we dat gebied bestemd als een kantorenlocatie. Dat betekent dat we aan de slag moeten met het bestemmingsplan, dus we moeten allerlei procedures volgen om ervoor te zorgen dat daar woningen gebouwd kunnen worden. Maar het mooie is dat het gebied ligt voor een heel groot deel braak, hè, dus we kunnen ook redelijk snel aan de slag op het moment dat het bestemmingsplan is vastgesteld. En wat mij betreft ja, kan dat niet snel genoeg. Station Schiedam Centrum zit daar natuurlijk ook in dat gebied. Gaat daar nog iets mee gebeuren? Ja, zeker. De ontwikkeling A20-zone, ik noemde de bedrijfterreinen Schieveste, maar wat een heel belangrijk onderdeel daarvan is het vervoersknooppunt wat daar ligt. Dat is station Schiedam Centrum. Ja, en we zien echt wel kansen om dit als tweede station van de regio Rotterdam, om dat station te vernieuwen. En daarover zijn we in gesprek met het Rijk. Gaan we even naar de andere kant. Dan gaan we het hebben over het bedrijventerrein dat de meeste mensen als Spaanse Polder zullen kennen. Daar is natuurlijk ook heel veel gebeurd op het gebied van veiligheid en bedrijven die zijn aangepakt. Wat moet het uiteindelijk gaan worden, die Spaanse Polder? In mijn toekomstbeeld moet het een hoogwaardig bedrijventerrein worden waar niet alleen gewerkt wordt, maar we echt een bedrijventerrein hebben wat uitstekend past in de roadmap Next Economy. Dat is ons toekomstbeeld voor het bedrijventerrein wat we samen met het metropoolgebied Rotterdam-Den Haag hebben vastgesteld. Hoogwaardige bedrijven, bedrijven die iets bijdragen aan de nieuwe economie, de economie van morgen, die wij vandaag nog niet allemaal kunnen beschrijven, maar waar mensen al met elkaar werken aan innovatieve producten. En die bedrijven die zitten er voor een deel al, maar we willen toch wel het accent verschuiven van de automotive, ja, waar gewoon een heel hoop bedrijven nu op zitten, naar gewoon de toekomstgerichte economie waar heel veel gemaakt, geïnnoveerd is en waar ruimte is voor start-ups. Nou, dat zijn heel veel plannen, maar er zit natuurlijk ook een tijdspanne aan om dat concreet te realiseren. Hoeveel tijd is daarvoor gepland? Hoe lang moet dat allemaal gaan duren? Nou, wat mij betreft gaat dat zo snel mogelijk. Maar ik ben ook realistisch. En als ik de realistische planning erbij haal, dan denk ik dat het zomaar tussen de 5 en de 10 jaar kan duren. Tot slot, want het zijn plannen natuurlijk van het college. De raad wordt natuurlijk daar ook over geïnformeerd. En ik neem aan ook de Schiedammers. Ja, zeker. Het college heeft de gebiedsopdracht vastgesteld en de grondexploitaties. Die grondexploitaties moeten formeel nog ook door de gemeenteraad worden vastgesteld. Vanavond is er een stadserf. Bij dat stadserf is iedereen uitgenodigd, ook Schiedammers, om hen te informeren over wat onze plannen zijn en wat de gebiedsopdracht inhoudt. Vervolgens is er volgende week een commissiebehandeling en uiteindelijk wordt alles door de raad vastgesteld. En op het moment dat de raad het vaststelt, gaan we actief in gesprek, niet alleen met die marktpartijen die het initiatief hebben getoond om bijvoorbeeld op Schieveste te ontwikkelen, maar ook met Schiedammers om hen te vragen wat hun mening is voor de invulling van het gebied. Kortom, de plannen zijn er? De plannen zijn er. Wat mij betreft gaan we zo snel mogelijk aan de slag om daar wat moois van te maken.